Met het warme weer in aantocht en het begin van het zwemseizoen op 1 mei, is het tijd om weer van de natuurlijke zwemwateren te genieten. Maar voordat je een duik neemt, zijn er een paar adviezen om in gedachten te houden. Het is altijd verstandig om eerst de veiligheid van het water te controleren via de website www.zwemwater.nl. Kijk ook uit naar het blauwe infobord dat aangeeft of het water al gecontroleerd is. En volg altijd het advies op van de strandwacht als die aanwezig is. Voor meer tips over veilig zwemmen in open water kun je vinden op www.veiliginenuithetwater.nl. Ook is het belangrijk om je goed in te smeren. En op het strand van Rokanje zijn er ook zonnebrandpalen geplaatst. Dit is een initiatief dat voortkomt uit de motie van VVD Voorn aan Zee. En dankzij de financiering van de gemeente een feit geworden is. Hierdoor kan iedereen zorgeloos van de zon genieten zonder het risico op verbranding.